Een patroon waar naadwaarden, zomen en belegsels bijgevoegd zijn, noemen we een knippatroon. Een knippatroon tekenen bespaart tijd als je het patroon nog een keertje wilt gebruiken. Om de delen van een kledingstuk aan of op elkaar te kunnen stikken, moet je de afwerking kennen. Meestal zijn dit naden en zomen waarvoor er extra stof nodig is. Naadwaarde wordt over de ganse lengte van de naad aan het patroon toegevoegd. Om de rand of de boord van een kledingstuk af te werken, heb je eveneens extra stof nodig. Dit is de zoom of zijn de belegsels. Deze extra naadwaarde voegen we bij aan het patroon of rechtstreeks op de stof. De meest gebruikte naadwaarden zijn voor rechte naden 1,5 tot 2 cm. Voor gebogen naden, zoals de halsuitsnede, de armuitsnede, 1 cm. Zomen van een blouse, jurk met sterk uitkerende zomen of de voering van de rok, 2 à 3 cm. Zomen voor een rok, broek, jurk, vest en mantel, 5 cm. Voor deze oefening gaan we werken met patronen op schaal 1/2. Een voorpand, een mouw en een rugpand. Als je de patronen maar eenmaal wilt gebruiken, kan je eventueel de naadwaarde rechtstreeks op de stof rondom bijtekenen. Dan gebruiken we de modelpatronen om te knippen. Modelpatronen zijn patronen zonder naadwaarde. Als we dan onze stofdelen geknipt hebben en we halen de patronen van de stof af en we willen ze nog eens gebruiken, dan moeten we weer opnieuw de naadwaarde rondom bijtekenen. Als we gebruik maken van knippatronen, patronen waar de naadwaarde rondom is aan bijgevoegd, kunnen we deze blijvend gebruiken. Dus dat bespaart een heleboel werk. Om knippatronen te tekenen moet je eerst goed nadenken over de afwerking van je werkstuk. Ik ga een heel eenvoudig voorbeeld uitleggen. Ik neem 2 rechte lapjes stof die ik met een opengestreken rafelnaad aan elkaar wil stikken. Beneden voeg ik zoomwaarde bij, aan de rafelnaad voeg ik naadwaarde bij. Ik heb hier een rechte hoek waar de kruising komt van de zoomwaarde en de naadwaarde heb ik opnieuw een rechte hoek. Ik stik de lapjes aan elkaar op de juiste naadwaarde. Als ik de naad ga openstreken, en ik leg de naadwaarde plat, dan zie ik dat mijn naadwaarde beneden mooi doorloopt met de lijn van de zoomwaarde. Dus hier loopt de naadwaarde mooi evenwijdig met de zoomwaarde. Nu iets moeilijker. Ik neem 2 lapjes stof met een schuine hoek. Ik ga mijn naadwaarde bijvoegen, hier ook. Evenwijdig met de boord. En dit lapje hetzelfde, evenwijdig met de boord. Ik leg de lapjes rechts op rechts om de rafelnaad te stikken. Dus deze naad gaan we stikken. Ik heb de naad gestikt. Als ik deze ga openstreken, dan zie ik dat mijn naadwaarde niet mooi doorloopt met de boord. Hier is mijn naadwaarde te kort. En daar is mijn naadwaarde te lang. Zo moet het. Ik heb de naad gestikt. Ik ga de naadwaarde openstrijken. En de naden moeten mooi doorlopen evenwijdig met de boord van de bovenkant. Als we de onderzijde van de mouw gaan afwerken met een zoom, moeten we ook goed nadenken voor het tekenen van het knippatroon. Want we zien dat een mouw meestal versmalt naar de onderzijde toe. Als dit de onderkant is van de mouw en we zouden de naadwaarde rechtdoor tekenen, we gaan afwerken en we gaan de zoomwaarde omslaan naar boven, dan zien we dat we tekort hebben aan de zijkant. Als we hier de zoomwaarde naar boven zouden omslaan, dan zie je dat we wel voldoende breedte hebben in de stof om af te werken. Dus deze afwerking is juist. Hetzelfde probleem kan zich voordoen bij het stikken van de zijnaden of de schoudernaden. Als ik de naadwaarde ga openstrijken en ik ga mijn mouw instikken op de rode stippellijn die ik getekend heb,
dan zie je dat mijn naadwaarde hier te kort is. De naadwaarde zou hier moeten doorlopen gelijk de vorm van de armuitsnede. Hier zie je aan beide kanten dat we een tekort hebben aan naadwaarde. Die zou moeten doorlopen tot aan de vorm van de armuitsnede. Je ziet dus dat de naadwaarde dezelfde vorm van de armuitsnede moet aannemen als we de naadwaarde openstreken. We gaan een knippatroon tekenen van het voorpand, het rugpand en de mouw van een eenvoudige sweater. Deze patronen zijn getekend op schaal 1/2. Voor de afwerking kiezen we een opengestreken rafelnaad voor de zijnaden, de schoudernaden en de onderarmnaden van de mouw. We werken de zoom af met een enkele inleg. De naadwaarden die we gaan toevoegen zijn 2 cm voor rechte naden, 1 cm voor ronde naden en 3 cm zoomwaarde. We duwen de merktekens aan, de draadrichting, de stofvouw, de middenvoor en middenrug. En we vermelden ook de gegevens die we nodig hebben om te knippen. We tekenen eerst de rechte naadwaarde aan. We gaan beginnen met de zoomwaarde. De zoomwaarde is 3 cm, op schaal 1/2 is dat 1,5 cm. We kunnen de zoomwaarde al afknippen. Daarna tekenen we de naadwaarde aan de onderarmnaad van de mouw bij. Rechte naden voegen we 2 cm naadwaarde bij. Op schaal 1/2 is dat 1 cm. We plooien de zoomwaarde om alsof we de zoomwaarde zouden afwerken. En dan knippelen de rechte naadwaarde af. En dan knippen we op de lijnen van de onderarmnaad. Als we nu de zoomwaarde terug omplooien, dan zien we dat de rechte lijn van de naadwaarde van de onderarmnaad niet recht doorloopt, maar een beetje schuin uitgaat. Dus als we gaan afwerken en we plooien de zoomwaarde om, dan past die mooi op de naadwaarde van de onderarmnaad aan weerskanten. Dan tekenen we de naadwaarde bij aan de rondingen. We leggen de lat in haak met de lijn van de kop van de mouw. En we tekenen kleine stippeltjes die we met elkaar verbinden. De naadwaarde is 1 cm. Op schaal 1/2 is dat 1,5 cm. Als we de onderarmnaad van de mouw gaan dichtstikken, gebruiken we een opengestreken rafelnaad. Dat wil zeggen dat we de naadwaardes gaan openstrijken als de naad dichtgestikt is. Nu ga ik de naadwaarde omplooien, net alsof ik ze zou openstrijken. Aan weerskanten. Dan gaan we de kop van de mouw afknippen. We knippen mooi op de lijn van de naadwaarde. We zorgen ervoor dat de naadwaarde van de onderarmnaad open ligt. Als we nu de naden terug openplooien, dan zien we dat die hoekjes een klein beetje naar boven gaan aan twee kanten. Dat is voor de afwerking heel belangrijk. Bij het tekenen van het knippatroon van de mouw moeten we vooral nadenken over de afwerking van de zoom. Als we een zoom hebben met enkele inleg, dan plooien we de waarde naar boven
en dan moeten de hoekjes aan twee kanten mooi gelijk lopen op de naadlijn van de onderarmnaad. De onderarmnaad wordt dichtgestikt als een opengestreken rafelnaad. Dus daarom gaan we de naad openstrijken, zogezegd openstrijken. En dan moeten de hoekjes mooi gelijk lopen op de naadwaarde van de kop van de mouw aan twee kanten. Op de mouw duiden we ook nog merktekens aan, ter hoogte van de zoomwaarde, in het verlengde van de onderarmnaad en aan de kop van de mouw. Ook de draadrichting duiden we aan op de mouw. We noteren ook nog enkele gegevens die we nodig hebben voor het knippen van de mouw. Je kan de naam van het boek erop schrijven waar het patroon uitkomt, over welk model het gaat, de maat of de leeftijd, hoeveel keer je moet knippen, of de naadwaarde inbegrepen is of niet, en je eigen naam zeker niet vergeten. Voor het voorpand en het rugpand doen we hetzelfde. We beginnen met de rechte naden. Teken eerst de waarde van de zoombee. Knip de overtollige waarde af met een papierschaar. Teken de naadwaarden van de zijnaad en de schoudernaad bij. Trek de lijnen lang genoeg. Verleng ook de middenrugnaad van onder en van boven. Plooi de zoomwaarde evenwijdig om naar achter. Knip het patroon af op de middenruglijn. En ook aan de zijnaad. Als we nu de zoomwaarde terugplooien, dan zien we dat de lijn van de naadwaarde aan de zijnaad niet rechtdoor loopt, maar dat er een klein hoekje extra komt. Dat is omdat onze hoek geen rechte hoek is. We knippen ook de overtollige waarde aan de schoudernaad af. Dan tekenen we de naadwaarde bij aan de rondingen, de armuitsnede en de halsuitsnede. Normaal 1 cm naadwaarde, op schaal 1 tweede is dan een halve centimeter naadwaarde. We tekenen zo ver tot we komen in het verlengde van de zijnaad en in het verlengde van de schoudernaad. We plooien de naadwaarde van de schoudernaad naar achter. En we knippen zo de halsuitsnede af. En aan de bovenkant van de armuitsnede knippen we ook al een stukje af. Op de getekende potloodlijnen. Ook de zijnaad gaan we omplooien alsof het een opengestreken rafelnaad wordt. En we gaan hier ook afknippen op de potloodlijnen door een dubbele laag papier. Boven was het juist ook door een dubbele laag papier. Als we nu de bijgetekende naadwaarde terug platleggen, dan zien we dat we een hoekje naar boven krijgen. Ook aan de schoudernaad krijgen we een hoekje aan twee kanten. Dat is omdat de punten hier geen rechte hoeken zijn. Als we de schoudernaad zouden stikken en we gaan de naad openstrijken, dan komt de naadwaarde terug naar beneden en dan volgt hij hier mooi de vorm van de halslijn en aan deze kant mooi de vorm van de armuitsnede. Hetzelfde voor de zijnaad. Als we de zijnaad gaan afwerken en we hebben die gestikt en we strijken de naadwaarde open, dan krijgen we dit. Dan volgt de naadwaarde mooi de vorm van de armuitsnede. We duiden ook de merktekens aan in het verlengde van de naden. Op halverwege de armuitsnede. We duiden aan waar de stofwol komt, de middenruglijn en de draadrichting. Je kan in de naadwaardes schrijven hoeveel naadwaarden dat we bij hebben gevoegd. En je vermeldt ook nog de andere gegevens op je patroon. Vergeet vooral niet uw naam. Zo maken we een knippatroon van voorpand, mouw en rugpand. Als je knippatronen klaar zijn, kan je aan de hand van deze patronen berekenen hoeveel stof je nodig hebt. Zodra je de stof gekocht hebt, eerst wassen en strijken en dan kan je aan de slag.
Het voordeel van een knippatroon is, je kan het telkens opnieuw gebruiken. Je moet maar eenmaal de naadwaarde bijvoegen.